Nicolas Cage gaat de hoofdrol spelen in de horrorfilm Wally's Wonderland van regisseur Kevin Levies, meldt Deadline dinsdag. Levies is onder meer bekend van The Drop. Cage speelt de rol van onderhoudsmedewerker in een vreemd attractiepark waarbij hij in een levende nachtmerrie terechtkomt. Als de poppen tot leven komen, moet hij voor zijn eigen leven vechten door alle monsters te verslaan om de ochtend te halen en zo uit het park te kunnen ontsnappen. Het scenario is geschreven door Geo Parsons, Grant Kramer, Lone Survivor, Jeremy Davis, The Street Racer, Dan Irot, Anti-Life, tekenen samen met Cage en Mike Nylon voor de productie van de film. De film wordt vanaf eind januari opgenomen en gepresenteerd tijdens het Amerikaan Film Market Festival in november 2020. Voor mij was er altijd maar een acteur die deze film tot een succes zou kunnen maken, aldus Levies. Die acteur is Nicolas Cage. Ik ben vereerd om met hem te mogen werken en kan niet wachten om hem in gevecht te zien met Wally en de rest van zijn gestoorde bende. Ik zie deze film als een kruising tussen Pale Rider en Killer Clowns from Outer Space. Nicolas Cage is binnenkort ook te zien in de film Primal en de gothic thriller Grand Isle.